Al generaties lang liegen en faken vrouwen alles bij elkaar als het om hun uiterlijk gaat. Tegenwoordig zijn wij mannen zo lui geworden dat ook wij eraan moeten geloven. We hebben het hier over ondergoed, wat doet alsof je naar de sportschool bent geweest. Ja, nou kijk maar, ik heb het aan. Het werkt nog niet echt gewoon. Nou is dit natuurlijk corrigerend ondergoed. Dat klinkt niet erg sexy. Nee, dat klopt. Ja, dat hele sekste uit is c'est la vie gewoon. Dat is niet anders. Ja, ik ben het daar wel een beetje mee eens. Ja. Het heeft niet het meest sexy imago, nee. Vroeg ons tijdens Sterren Springen af hoe je aan die enorme bobbel in je broek kwam. Maar nou weten we natuurlijk. Ja, niet zeggen. Valt allemaal mee met hoe jij geschapen bent. Ja, ik ben eigenlijk heel klein geschapen. Ja, dat klopt. Het gaat toch om hoe je eruit ziet op je Facebook. En daar is dit uitermate geschikt voor. Als ik naar jou kijk, dan denk ik toch niet dat jij dat nodig hebt. Ja, klopt. Dus wat doe je hier dan? Ja, ik kom ook helemaal niet voor dat Spence event. Gewoon gratis suipen. Ook dat, ja. Kijk, ik ga nooit naar de sportschool, dus voor mij zou het wel een oplossing zijn. Maar dan ben ik zo bang dat als ik dan een meisje in mijn bed weet te lokken, dan gaat het shirt uit en dan rent ze gillend weg. Ja, dat zit er dik in. Zag ik er ook maar uit als Mark van Eeuwen. Ga jij het ook dragen? Nee, absoluut niet. Ben jij wel eens weggerend bij een meisje dat zij er BH los deed, dat ze een push-up BH aan had? Ja. Ja? Gelijk. Donderop. Donderop, dat moet ik niet. Als ze daar al over liegt, waar gaat ze dan nog meer over liegen? Zo is het. Het gaat om het innerlijk. Natuurlijk heb ik het perfecte lichaam, maar om je toch een kleine indruk te geven van wat dit voor je kan doen, een voorbeeldje. Dat is niet zoveel, hè? Ik begrijp niet, ik dacht dat deze broekjes de bobbel groter maakten, maar bij jou gebeurt dat wel en bij mij gebeurt dat niet. Nee, dat lijkt me zo. Dat komt door dat soort. Oh, jij hebt gewoon van jezelf zo'n grote bobbel. Groot is anders. Als je het een cijfer geeft, 1 tot 10. Wat jouw lichaam? Beter dan een dame vragen. Oh. Kom eens hier. Dat is geen dame, Mark. Hoi. Hi. Wat vind je ervan? Wat ik ervan vind? Ja, ik vind het echt sexy. Jullie komen er wel uit, toch? Ja.